De Glinder is een patrouillevaartuig van de Koninklijke Marechaussee. Onder elkaar noemen we het ook wel het Rijksvaartuig 180. Ja, dit schip gebruiken wij om de maritieme grensbewaking uit te voeren in het Waddengebied. De Waddenkust is natuurlijk een stuk buitengrens en niet alleen van Nederland, maar ook van het Schengengebied. Iemand die hier ons land binnenkomt via de Waddenzee, die is in feite ook toegelaten in het Schengengebied. Ik hoop dat de salami door zit. Ja, zit er erin. Nou, de opsporingsambtenaren, of het nou Marechaussee of douane is, die sturen aan. Dat wil zeggen, die bekijken welk schip dat ze willen hebben. Mochten ze een schip zien en ze willen daar graag naartoe, dan... Vervolgens vragen ze dat, of zeggen ze dat, nou, wij willen dat schip willen we controleren. Wij varen er naartoe. We kijken of dat veilig is en of dat ook allemaal kan. En vervolgens gaat de Marechaussee en de douaneambtenaar samen met een schipper in de rib. En vaart naar dat desbetreffende jacht toe en controleren dat schip. Wij blijven dan in de buurt. Waarom blijven we in de buurt? Gewoon om het feit dat het voor die mannen een stukje veiligheid is. Als ze aan boord van het jacht komen, want je weet nooit wat voor personen of wat voor dingen dat ze daar kunnen tegenkomen. Nou ja, we komen hier alles tegen wat we ook op bijvoorbeeld de vliegveld Schiphol tegenkomen op het gebied van de grensbewaking. Je kunt het natuurlijk niet vergelijken, het aanbod is veel minder. Maar we hebben hier ook vreemdelingen die als grenspassant binnenkomen en de toegang tot Nederland vragen. Nou, het vreemdste is dat we bij een gezamenlijke controle van een Amerikaans zeiljacht... dat we een snipergeweer aantroffen. En dan denk je echt van, wat moet je nou, een plezierboot, wat moet je daar nou met een groot geweer? Maar goed, die Amerikaan die maakte een tocht om de wereld. En die vond het wel prettig om zichzelf te kunnen beveiligen als het nodig was. Wij doen daar alles aan en daar gebruiken we dit schip ook voor om dat tegen te gaan.